Ik ben er vanmiddag allemaal. We gaan goed met jullie. Vandaag wil ik weer voor jullie nog 5 gebaren hier weer bijbel. We gaan beginnen door de eerste 5 boeken in de bijbel. Noem wat je dier. Ja. Pentateuch. Dit zijn 5 boeken van Mozes. Mozes. Oké. Okay. Ik begin met het eerste gebaar. Het zei Genesis. Genesis. Kom, Genesis. Begin van alle. Begin van alle leven. In het begin wordt het jammer. In aarde gemaakt. Ook daar begin van Godse volk het belofte met Abraham. Ja. Abraham. Belofte met hun eerste belofte. Ook belofte dat God sê sal, later zal verlossen kom. So, baie eerste het in Genesis. So, gebaar Genesis. Het tweede gebaar wat Exodus. Egypte. Egypte, plek van slavernij. Egypte, nieuwe land. Exodus. Exodus. Vertel de historie van hoe God mensen bevrijdt uit slavernij. Door slaaf pas. God mag vrij, zo, Exodus, zo, op dit zo, 2,4 miljoen mensen het geterg. Maar ja, derde, Leviticus, ja, Leviticus, kom, pas soos priesters, want werk vir God. Ook, ons leert daar, baie het vet, we doen hoe ons God te leven, hoe ons leven moet her, wat moet eten her, wat moet offer her, soos feest, baie soos wet het dit, Leviticus nou, Leviticus, mense, van stam, van leefvie, werk vir God. Vierde is Numeri. Hoe kom? Wanneer ons lees Numeri begin, Moses is bezig met mensen te tel, veel mensen alle. Ook einde van Numeri, ook Moses tel mensen hoeveel. Dat is ook die tijd waar alle veel mensen zien, hoeveel mensen, alles, alle. Dan, laatste, lang woord, Deuteronomium, is waar God weer vir hulle, onthou, wet, 10 gebooie, Deuteronomium, teken gebaar, Deuteronomium. So hulle moes die wet weer voor hulle in nieuwe land. So ek hoop is genoeg, bykie alle. So ek wil ook bysit, Moses, waar is Moses, hoe kom God sê, Moses, wat is in jou hand? Moses sê, stok, God sê, gebruik dit. Ek sal wonderwerke wat gebeur. Moses, tot volgende keer, tot ziens.